Londen. Deelnemers, start vrij. Voor de vijfde koers, My Wife Knows Everything prijs. En de 10 paarden gaan ze op dit moment opstellen achter de startauto. En de favoriet is paard nummer 5, Cavalli Starlake. En die wordt gereden door Ruud Pos. Nog 100 meter. 50 meter nog. De start is gevallen. Paarden zijn onderweg. Het is geen gemakkelijk heerschap voor Tom Kooijman om van start te brengen, maar het lukt wel. En hij komt zo dadelijk naast de koploper. En dat is paard nummer 3, Sardini Miliore. Sardini Miliore heeft de leiding, maar aan de binnenzijde ook goed weg. Classic Benes, dat is de tweestrijd. Daarachter probeert Kooijman zich in een gaatje te wurmen om een mooie plek te krijgen. Dat lukt ook. Het paard erachter springt weg. Dat is het paard van Kees Hetter Junior, Colin VP. En zo gaan de deelnemers dan op weg naar de overzijde van de baan. Laatste stek op dit moment voor paard nummer 10, Calypso Bravado. Paarden gaan op weg naar de verre linkerbocht en het is Classic BNS die de leiding heeft. Aan de buitenzijde dan Sardini Miliore, die krijgt geen makkelijke koers. Aan de binnenzijde dan het nummer 4 van Alexia Boshoeven. Maar er komt wat reuring in het veld, want een van de combinaties acht de tijd rijp om de aanval in te zetten. En dat is Cooperstar. Cooperstar met Manon Pols, die komt daar drie dik naar voren. Komt zo dadelijk tot schuin naast Classic BNS. Classic BNS, Cooperstar 1 en 2 met daartussendoor dan Sardini Miliore. Aan de binnenzijde Alexia Boshoeven en achter Alexia Boshoef aan de buitenkant, dan paard nummer 5. En dat is Cavalli Starlake. En die krijgt een mooie koers. Daarachter Darby Polirenka met verreweg in het veld dan Carlos Charisma. Die wordt op een lengte gevolgd door Dreamline Promise. Die moet van ver komen, maar kan dat wel. En achter Dreamline Promise is de aansluiting voor paard nummer 10, Calypso Bravado. Inmiddels aan de kop van het veld. Paard nummer 9, Cooper Star. Na een indrukwekkende rush. Maar de aanval komt nu van Cavalli Starlake. Die acht de tijd rijp om vanuit vierde stelling ten aanval te trekken. Tot schuin naast de koploper. Paard nummer 9, Cooper Star. Daarachter is het nu gebeurd met Sardini Miliore. Althans, die valt een half plekje terug. En dat gaat in het voordeel van paard nummer 1, Classic Benes. En helemaal aan de buitenzijde komt daar drie dik de aanval van Dennis Minnema met zijn Carlos Charisma. Paarden komen in de finish in de rechte lijn voor de tribune. Langs de finishpaal met nog één volledige ronde te gaan. En het is aan de kop van het veld Cooperstar. Cooperstar, buitenzijde, daar dan schuin naast die nummer 5 Cavalli Starlake. Vanuit de start van het veld de aanval inmiddels van paard nummer 2 Dreamline Promise. Maar zet nog niet echt door. Aan de buitenzijde probeert ook Carlos Charisma wat terrein goed te maken. En aan de binnenkant loopt Classic Benes geen meter te veel op plek 3. We zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Cooperstar maakt nog altijd een sterke indruk. Aan de buitenzijde staat hij echter wel onder druk van Cavalli Starlake. En het zijn Manon en Ruud Pols hier in een geweldige tweestrijd verwikkeld. Een tweestrijd die overigens een driestrijd kan worden als die Daisy Paling daar aan de buitenzijde haar nummer 2 Dreamline Promise in stelling brengt op weg. En ik heb niet alle meetings gezien de laatste tijd, maar misschien wel na haar eerste overwinning in Nederland. Dat ga ik er zo dadelijk vragen, want Dreamline Promise die komt hier over het veld heen gewaaierd als een groot kampioen. En Dreamline Promise aan de buitenzijde met Daisy Paling. Zij snelt naar de overwinning, trekt Carlos Charisma mee naar de tweede plaats. En derde wordt Cavalli Starlake. 2-8-5, de goede 9 en de 6 voorlopig.